Kan al makkelijk. Kijk, plek zat. Ja, en toen regende het water. En Rodi schuilt van. Ja, een hele goede morgen allemaal. Het is alweer vrijdag 4 oktober. Het is de Nationale Dierendag. Ja, Nationale Dierendag. Ik heb één kat die jarig is en dat is Draki. Dus die zal ik ook zo meteen samen met jullie feliciteren als ik weer thuis ben. Want zoals jullie weer zien, loop ik buiten. En met Emme en dan niet alleen. Nee, ik kom er niet uit, joh. Maar ik ben er twee draken. Andere twee grote draken. Dus, gewoon weer naar school en daar mag ik niet vloggen. En ik zou zeggen wel heel veel kijkplezier gewenst met alles wat ik en Ro gaat doen. Alleen Ro komt van vandaag thuis. Dan normaal, want die zit op school. Er heeft iemand weer zin in trekken. Ja. En in graven. Ja. Lovely, kom eens hier. Lovely, ja. Ben je een mooi meisje? Ja, lekker aan elkaars kontjes ruiken. Ja. Lovely, kom eens hier. Kom eens hier. Hi. Lady. Lady. Kom maar. Ja, ben ik aan het filmen? Stopt die met filmen? Dat is handig. Nee. Graven! Graafmachine. Lekker kind is het ook, hè? Ja. Gaan een rondje school, schat. Kom. Nee. Ja, nou ja. Ik ga even anders lopen in plaats van een rondje school. Ja, en toen was ik dus alweer een tijdje thuis, al een half uur of zo. En ik ben dus nu even Ro aan het opwachten. Die komt zometeen van die kant af. En waar die dan gaat parkeren. Joost mag het nog weten, ik weet het niet. Maar dat gaan we wel bekijken. Dus kijk gezellig zometeen mee. Want vaak komt Ro dus van die kant. Maar hij kan ook van die andere kant afkomen. Alles kan. Wat allemaal niet kan, alles kan toch? Heel handig om zo te pareren. Als je nou een stukje nog naar voren had gegaan, had je ook ertussen nog gekund. Maar Rodi kan daar mooi tussen. Als niet iedereen hier tussen gaat, want dat vind ik helemaal niet leuk. Waarom moet iedereen hier nou weer langs? Het is in één keer wel heel vol hier zo. Gaan we gewoon allemaal rijden. Allemaal rijden. Doei, mazzel, rijden. Rijden. En waar is Ro? Geen idee. Hij rijdt net in de buurt al. Zei die. Maar waar? Ja, wie komt er aan? Dat is mijn grote mannetje. Nee, ik wijs al. Dan gaat hij daar staan. Hier. Kan nog makkelijk. Kijk. Plek zat. Nou, eens even kijken hoe Ro weer gaat inparkeren, mensen. Kan hij het goed of kan hij het goed? We gaan het bekijken.
Het is koud. Nou, hij staat geparkeerd, mensen. Ja. Applausje voor O. Dat is dus een hele grote, dikke applaus voor mijn man. Maar ik heb een jarige hier in huis. En dat zou ik eigenlijk al vanochtend doen. Maar toen had ik heel weinig tijd eigenlijk. Hi, meisje. Hey, gefeliciteerd met jouw 11e verjaardag. Hé, hey, je bent alweer 11 vandaag, hé? Hey? Tut. Ja, vandaag 6 jaar terug en was je 5 jaar. Hey. Hey, meisje. Kom dan, kom eens hier. Kom eens hier. Kom maar. Kom, 1, 2. Niet, geen zin in. Nou, hoeft niet hoor. Oh. Heb je er geen zin in vandaag, Wifi? Heb je er geen zin in? Nee. Hoeft niet hoor, schat. Is helemaal nergens zo nodig. Nee, maar zij is dus jarig. Ja, ze is 11 jaar geworden vandaag. En ik ga de deur even open doen voor O. Die is ook al toe in huis eigenlijk. Ik wil even zijn mondje uitdoen. Van de wc. Lijkt me handig. Kom je binnen? Ik dacht dat hij eerst even binnen zou komen. Want dat denk ik dus, omdat hij dus nu eerst even beauty gaat ophalen. Maar dat was niet de bedoeling. Dat weet hij. Even kijken waar papa naartoe gaat. Kijken. Die snap ik even niet. Oh! Lekkere communicatie dus. Ik ga even... Ja, nou, ik heb mijn jas al aan. Ik weet dat het gewoon koud is buiten. Dat weet ik. Ah ja, koud. Ik heb het koud. Zal ik het zo zeggen? Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien. Maar... Mijn nagels... Ja... Moet je niet mijn vieze nagel hebben. Nee. En zo. Dit hier is behoorlijk paarsig. Dus dat is mijn rumen. En nee, dat is niet fijn. Lady, jij blijft even lekker thuis. Jij krijgt wat lekkers van mama. En mama gaat eventjes in met Lovely. Want als ik jou loslaat, dan ga je er van tussen. En jij vindt het niet leuk om mijn lot meer in te gaan. Nee. Dus dan ga ik even met Lovely en met papa en met Beauty. En dan ga ik jou zometeen nog even lekker even alleen doen, oké? Strakjes. Ja? Als ik weer thuis kom. Ja. Dus ik ga even Lovely even aanlijnen. Lady wat lekkers geven. En dan zie je me zo weer in mijn lot. Of eerder. Wie zou het zeggen? Ik niet. Jij ook niet. We weten het allebei niet. Nee. Wachten. Wachten. Ja. Wat al heeft gedaan over mijn mensen. Het regent. Het regent. Pannetjes worden nat. Ella, lof. Ja, pannetjes worden nat. Bulldozermoeders aan of zo? Ja, dat dacht ik al. Bulldozermodus aan. Bulldozermodus. Ik ga papa bellen. Hey, Wifi. Wachten. Ja, doe maar. Dat zeg ik. Bulldozermodus aan. Nee, zitten. Wachten.
wachten. Drie, twee, één. Ja, dat zeg ik. Hier. Mevrouw wil te graag. Wachten. Lof, wachten. Schatje. Zitten. Wachten, zitten. Blijf. Blijf. Hé. Hey. Zitten. Ja. Rustig. Hier, dat zeg ik. Bulldozer modus. Zitten. 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 Nee, zitten. Wachten. Nee. Handje de voorste ben jij, hè? Kan nog niet. Wachten. Ik ga wel even op je riem staan, hoop ik. Ik sta nu even op je riem, schat, want anders hou ik je nou namelijk niet. Wachten. Nee. Wachten. Nee. Wachten. Go. Wat een kracht heeft zij, zeg, Lovely, in één keer. Ja, maar wat denk je? Met de zus spelen. Kom maar. Kijk hem. Hey, Messi. Wat een kracht heb jij. Ja, ga maar praten met elkaar. Ja. Ja. Hè? Ik was er ook. Ja. 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 Ga jij eraan ruiken dan? Ja, is goed. Eeuw. Hè? Eeuw. Hoezo eeuw? Vertel. Je gaat nog niet aan mijn eigen zaak ruiken. Kom aan. Ja, kom maar. Kom maar, moet ik even ruiken? Ja, dat is goed. Maar niet aan mij. Tuurlijk wel. Bah. Dat is handig, toch? Ja, en daar waren we weer. Ons, de gek en de gek. Ja. De gek en de zot. De gek en de zot. Ja. Ik kan beter even zo filmen. Want anders heb ik jou daar precies achter. Nee, maar ik zit met mijn... Want hier zit mijn camera. Hier. Nee, schat. Hier aan deze kant. Aan deze kant. Daar zit de camera. Okay. Dus kan ik beter jou die kant hebben. Nee. Ja, die kant op. Dat is handig. Ja, precies. Niet daar de straat op. Kom maar. Yo, kom maar. Stop. Kom maar, gaan jullie mee? Stop. Deze kant. Kom. Doei. Kom maar. Ja, daar komt ze al aan. Goed zo. Waar is zus? Kom maar, meisje. Kom. Nee, kom maar gewoon lopen. Ja, kijk, dat zeg ik, daar is ze al. Hè. Eindelijk zijn ze weer even lekker los. Ja. Allemaal kleine paddenstoeltjes. Hoezo eeuw? Ze zijn niet eten. En daarom moet het ook eeuw zijn? Ja. Waarom? Giftige paddenstoeltjes. Oké. Nee, maar ze wou Lovely die had het al in de gaten. En ze zag ook al Rox en gelijk als een bulldozermodus achter Rox aan. Uh-huh. Kon er gewoon echt niet houden. Dus ik rende ook al in principe achter haar aan. Nou, dat gebeurt me nooit. Nee. Kom dan. Kom dan. Ja. He, lekker even, meis. Lekker. Waar is je zus dan? Ga je zus zoeken dan? Ja, een stuk voorzichtiger, doe het niet. Of doe het gauw. Maar nee, dat willen we ook niet, hè? En het regent, water. Kom maar, meisje. Nee, ruiken. Hi.
Lekker, hè? Ja. Mooie schutkleur, meid. Nee, maar ik bedoel met deze bladeren. Ja. Nou, zo groen is ook niet, hoor. Nou, dat taartje is voor ik groen gespikkeld. Ah, wel nee. Kom maar. Ja, kom. Wel nee. Dan moet je maar kijken. Kom maar. Nou ja. Ach, joh. Dat is, als je nou zegt, hij is echt groen en dan is alles groen. Spikkeld. Wat spikkeld begrijp je dit? Ik snap jou nooit, schat weer, toch? Oké. Ben je gewoon lekker aan het testen? Ja, is goed. En hoe zitten die in die zolen bij jou in de schoenen nu? Want je loopt ook niet meer zo moeilijk. Ik loop met andere schoenen. Zonder die zolen. Ja. Ja, en ze is wat sneller, meis. Kom. Blij eien. Ga spelen, rennen. Ga rennen. Nee. Kom, rennen. Hij, meis. Sinds wanneer kom jij bij ons? Nou ja, zoals jullie zien, zijn we wel lekker aan het lopen. In het park. Ergens. In Den Haag. Nee. Voorburg. Leidschendam. Nederland. Den Bosch. Eindhoven. En nee, geen Portugal. En ja, Portugal. Ja, Gaal. Ja, ja van Galen, precies. Ja, en toen regende het. Water. En Rodi schuilt. Oh, heerlijk, jongens. Ah, ja, lekker toch, dit. Lekker, een meisje. Lekker. Oh, net te laat om foto te maken. Loffie, kom dan. Kom. Kom dan. Ja, dankjewel. Het zijn gewoon onze kinders, hè, schat. Ja, zeker, die hypotheker. Nou, ik ga de telefoon even opbergen, want het wordt een beetje natjes anders. Beetje vochtig, ja. Dus, ja. Lady, je mag blij zijn dat je nou niet hoeft te lopen. Oh, lekker droog. Even met smaken, oké. Kijk dan. Jutti. Zitten. Eet mee. Niet gelijk helemaal af. Juist. Kun je het vinden, schat? Oh ja, drijven. Ja, ga maar weer rennen. Droog rennen. Lekker, hè? Ga lopen, ga rennen. Kom, go. Nee, ik blijf niet gooien. Nu niet, vandaag. Nee. Oeh, nog één dan. Hier. Ah.
kan geen foto's en filmen tegelijk, schat. Nee, niet tegen mij opspringen. Achter mij. Kom dan. Nee, niet springen. Niet springen. Beauty. Zitten. Zitten. Beauty, lovely. Zitten. Rust, nee, doe het wel. Zitten. 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 Sinds wanneer ga jij piepen? Nee. Nee, 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 nee. Gewoon hoog houden, alsjeblieft. Nee, zitten. Beauty, kijk eens. Kijk, nee, zit. Geef maar, geef maar. Koek, koek, kijk eens, Beauty. Kijk, Beauty. Zitten. Zitten. Nou, mevrouw praat graag. Beauty, kijk. Beauty. Kijk eens. Nee, zitten. Beauty. Huitjing? Ja, ja, ja. Kom eens hier. Nee, Beauty. Kijk eens hier. Zitten. Nou. En jij zwemt toch niet? Ik heb zo lekker piepen, jij. Beauty. Kijk eens. Hier. Stokkie. Nee, 1, 2. 1, 2. Ja, 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 ja. Nou, hey. Kom dan. 1, 2. En jij springt toch niet en dan ga je zo blaffen en piepen. Ga je een sigaar roken, schat? Los? Nee, niet. Oké. Joepie! Achter een stokje aan rennen. Prima. Ja, kom maar. Oké, Rody gaat een takje pakken. Een tak. Ja, een tak. Ja. Hoe krijgen de dames die eruit? Dames, kom, kijken. Oeh, maar die is zwaar hoor. Wat stokje? Ja, een stokje pakken. Ja, en doen. Pakken. Pakstok. Niet? Pakstok. Ja, daar ja. Pak hem. Pakstok. Nee, toch maar niet. Lekker hè? Wat maar. En twee. Ga pakken dan. Ga pakken. Pakstok. Pakstok dan. Ga pakken. Ja, goed zo, Lof. Pak hem. Lekker aan meisje, hè? Ro, ga daar weg. Er komen ook andere mensen aan. Ja. Zag eens. Rustig, rustig, dames. Hi.
Oké, ik moet het bekennen. Ja, ook de herfst heeft zijn mooie kanten. Met mooie paddenstoelen. Waarschijnlijk gaat deze boom weg. Dit zijn dooien. Los, hè? Los. Goed zo. Nou, dit zijn nog hele mooie. En de mooie kleuren. En daar heb ik een hele mooie man staan. Hij schat. Nee. Wat is jouw jas? Dat kan niet. Je kan het zonder het even afhalen. Kijk, dat zo leuk vind. Kan niet. Natuurlijk kan het wel met een schaar. Ja, met een schaar. Pas je op. Oeh, lekker warme handjes. Pas je op. Oké, ja, dat kan leuk. Oh ja, toen ging... Hou maar die kant op, andere kant. Nee, doen we niet. Spring in het veld, we allebei. Thomas! Ik ga weer zo andere kant op lopen. Ja, goed zo. Je hebt het in de gaten. Keurig. Maar we gaan niet achter de schapen of koeien aan. Dan ga ik achter jullie aan. Ja. Wat luister jij goed, zeg. Dat is het probleem niet. Maar? Doe wat je zegt, dat is het probleem. Meneer Eskimo. Dat kunnen ze wel prima. Zeker de bos gehad. Wat? Blad in je haar. Ja, ik had een blaadje in mijn haar. Ja. Joepie! Toch nog op. Maar nou niet meer. Ja, ik heb haarverf in mijn hoofd. Ja, mijn haar. Dames, wat gaan we doen? Ja, dames, wat gaan we doen? Welke kant gaan we op dan? Die kant niet. Nee, kom. Deze kant. Oh, de baas gaat die kant oplopen, ook goed. Het is hier gelijk lekker donker. Creepy. Creepy. En net zoals onze collega dat zei, hè? Met de dochter. Is leuk, creepy. Hè? Creepy. Ja. Precies. Ik weet niet of ze met de namen erin willen. Ja. Dan zijn ze toch al in de vlog. Ja. Emily, ja. Onze grote vriendin Emily. Ja. Melietje. Nou, dit is mijn andere grote vriend. Ja. Nou. Storm. Oeh. Hij is wat. Ja, maar dat geeft niet, hè, kind. Nee, hè. Nee, hè. Nee, hè. Op een gegeven moment ook. Hij zegt, nou, jij zegt dat hij zo goed luistert. Hij zegt, valt wel mee, let maar op. Vlinder. Ik zeg, ja, dan ja. Moet je wel de goede naam zeggen, natuurlijk. Ja, echt, hè. Nou, het is dus nu al weer wat behoorlijk donkerder. Rode heeft zoiets van, nou, ik ga daar lopen, want meneer die wil niet naast me lopen. Nee, jij dat niet hier, dat daar zit. Ja, precies. Ga maar. Maar kom even gezellig naast me lopen. Ja, maar schat. Lief, luister even. Luister. Als ik heb altijd de camera in deze hand. Ja. Dan kan ik moeilijk gaan draaien, want... Mooi, dan kun je toch ook zelf even omlopen bij mij? Ik kan er even gewoon naast me komen dan. Doe ik toch al, scheelt weer. Dat is mooi toch? Ja, precies. Ja. Alsjeblieft, en de pakkezel. Ja, nou ja, de emoties liepen eventjes vandaag even. Is even hoog op, bij mij ook. En ook bij Ro. Eventjes, zijn moeheid kwam er even naar boven. En dat ik hem gewoon even ook heb gemist.
Dus ja, dus dan komen even alle emoties naar boven. Moet ook kunnen. Ja. Roos is nu eventjes met de hondjes lopen. Ik ben even aan het opruimen. Ja, ook ik wil wel weer zo straks vanavond laat of zo naar bed. Maar we ook eens even kijken over om mijn bank weer te repareren. Even kijken hoe ik dat ga doen. Met welke naald. Ook een hele goede, leuke. Volgens mij was dat met deze, maar dat weet ik niet en niet heel erg zeker, deze kromme naald. Ik denk het wel, volgens mij. Maar dan ga ik even bekijken en dan ga ik even kijken of ik mijn bank kan maken. Nou, om nu dus de bank te gaan maken, dat lukt hem nou niet. Dat ga ik vandaag later doen. Ik ga jullie wel gewoon bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan en... het leukste, laat even een reactie achter. En dan zien jullie mij morgen weer. Doei.